Goedenavond, hartelijk welkom dames en heren bij deze uitzending vanuit het Anatomiegebouw in Utrecht. Mijn naam is Niels Jonk, ik ben programmamedewerker bij Studium Generale en jullie kijken naar hoe kaartenmakers de wereld in beeld brachten. Ik ben in goed gezelschap vandaag. Ten eerste Dr. Marco van Egmond, reeds 18 jaar curator van de collectie kaarten, atlassen en gedrukte werken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, historisch cartograaf aan de Universiteit Utrecht en onze spreker vanavond. Om even wat uit te leggen, wij staan hier in de middag vanwege de avondklok en zenden dit in de avond uit. Marco start zometeen met zijn lezing over de vroegere kaartenmakers. Die duurt dan tot ongeveer 9 uur. En nadien gaan Marco en ik nog verder in gesprek, ook op basis van vragen die jullie ons gesteld hebben. Waarvoor dank. Meteen ook goed om te zeggen, komen er vanavond vragen in je op? Of wil je graag meer weten over een onderwerp dat hier wordt aangestipt? Laat dan je vragen achter in de comments en houd morgen je YouTube-account in de gaten. Want dan gaat Marco jullie vragen proberen te beantwoorden. Wij staan hier niet alleen om jou te informeren. Nee, we willen graag met jou in gesprek. Dus we zoeken jouw input. Behalve in gezelschap van Marco bevind ik mij ook in het indrukwekkende gezelschap van deze exemplaren die Marco heeft meegenomen van de bijzondere collectie van de Bibliotheek Utrecht. Nou, dit is slechts een greep uit het duizenden kaarten tellende archief. Al die geografische kaarten en er is slechts één Gaia, één aarde. Dat zegt al wel genoeg. Een kaart is slechts een representatie, een projectie van de aarde. En elke kaart is anders. Afhankelijk van het doel van de kaart zijn er compromissen besloten en is er een perspectief gekozen. Een kaart, een historische of een moderne kaart, kun je dus beter begrijpen door het doel en de keuzes achter de kaart in beeld te brengen. Die context zal vanavond verzorgd worden door Dr. Marco van Egmond. Aan de hand van beroemde en hardnekkige mythes over kaarten neemt hij je in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de cartografie. Ik wens jullie veel plezier en Marco, het podium is voor jou. Oké, dankjewel Niels. Ja, goeiedag allemaal, beste kijkers thuis. Mijn naam is Marco van Egmond, Niels zei het al. Ik ben in het dagelijks leven conservator van de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. En ik ga u vanavond meenemen naar hoe kaartenmakers de wereld in beeld brachten. In mijn werk als conservator, ik ben zelf geograaf van huis uit. In mijn werk als conservator heb ik elk jaar vele honderden studenten op bezoek. En ook mensen van algemeen publiek, maar ook onderzoekers, ook docenten. En daar komen eigenlijk altijd dezelfde vragen in terug. En dat zijn vaak ook hardnekkige mythes. En Niels zei het al, die mythes, daar wil ik op ingaan. Ik wil met u 8 mythes behandelen. En die mythes die zijn dus heel hardnekkig in de cartografie en bij het algemeen publiek. En die mythes wil ik eigenlijk ontkrachten. En dat wil ik doen aan de hand van oude kaart. Want de titel impliceert eigenlijk hoe kaartenmakers de wereld in beeld brachten. Dat impliceert eigenlijk een ontwikkeling in de geschiedenis van de cartografie. En die ontwikkeling, nou eigenlijk is, als ik dat zo zou doen, zou dat een gordroge opsomming worden. Van vroeger tot nu, zullen we maar zeggen. En door te kiezen voor die mythes, hoop ik dat er wat meer variatie in komt. En dat u ook gegrepen wordt. Want die mythes, al die mythes zullen u ongetwijfeld aanspreken. Het introplaatje laat een mooi beeld zien van 2 cartografen. Aan de linkerkant ziet u Gerard Mercator. Dat is de cartograaf die voor het eerst de naam Atlas meegaf aan een boek met kaarten. En aan de linkerkant ziet u Hondius. En dat is ook een cartograaf-uitgever. En die hebben in het verleden, aan het eind van de 16e eeuw, de Atlas gepubliceerd van Mercator. Maar goed, 8 hardnekkige mythes. We beginnen met de eerste. En dat is, een oude kaart is een historische kaart en een historische kaart is een oude kaart. En dat is eigenlijk voor de begripvorming. Heel veel mensen gebruiken oud en historisch door elkaar. Maar dat is niet hetzelfde in de cartografie. Een oude kaart is wat anders dan een historische kaart. En ik zal dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld van wat is dan een oude kaart. Hier ziet u een kaart van de Slaperdijk bij Veenendaal. Een oude kaart wil zeggen een in het verleden gemaakte kaart. En een historische kaart, dat is een reconstructiekaart. Dus die een situatie in het verleden reconstrueert. En Ja, dan moet u even goed nadenken. Een historische kaart kan dus oud zijn. En een oude kaart kan ook historisch zijn. Dat hebben we hier bijvoorbeeld. Hier hebben we een oude historische kaart. Dit is namelijk een kaart van Abraham Ortelius uit de 16e eeuw. En die verbeeldt de manier waarop hij de Nederlanden zag in de Romeinse tijd. Dus aan het einde van de 16e eeuw dacht men dat Nederland er zo uitzag. Of de Nederlanden in de Romeinse tijd. Dus dit is een oude historische kaart. Andersom kan niet, een historische oude kaart. En daar moet u nog maar eens even over nadenken. Over oud gesproken, dan komen we bij de tweede mythe. Dat de cartografie, dat de kaarten betrekkelijk jong zijn. Dat ze eigenlijk vrij recent gemaakt zijn. En u ziet hier een afbeelding van Vermeer. Johannes Vermeer, schilder, beroemde schilder. De 17e eeuw heeft heel veel kaarten geportretteerd. En dat zijn 17e eeuwse kaarten. En hier ziet u een kaart van de 17 provinciën. Heel veel mensen denken dat kaarten ongeveer teruggaan tot het jaar 1500. En daar zijn veel mensen ook bekend mee. Op zich is dat niet zo gek. Want eigenlijk vanaf die tijd, door de boekdrukkunst, zijn kaarten in veel grotere oplages gepubliceerd. En daardoor ook veel meer overgeleverd. En ook doordat er heel veel expedities waren in die tijd. In de 16e eeuw, 17e eeuw. Ook inpolderingen moet u aan denken. Planologische zaken die wijzigen, ruimtelijke ontwikkelingen. Die moesten allemaal op de kaart vastgelegd worden. Dus vanaf 1500 heeft men ook het nut ingezien van kaarten. En werden kaarten ook steeds meer gepubliceerd. Maar de cartografie is veel ouder. Eigenlijk kunnen we zeggen dat kaarten maken eigenlijk zo oud is als dat mensen cognitieve eigenschappen hadden om kaarten te maken. En we hebben hier de alleroudste bekende kaart ter wereld. En die is gemaakt op een slagtand. En als je goed kijkt zie je allerlei inkepingen en dat stellen akkers voor en rivieren. Dus het is 25.000 jaar voor Christus is deze gedateerd. Dus echt super oud. Oudste bekende voorbeeld van een kaart. Verder hebben we in Italië is er ook een vallei in Valcamonica. En daarin, in die vallei, vind je allerlei rotstekeningen. En heel veel van die rotstekeningen geven ook cartografische en topografische afbeeldingen weer. Deze is van 4000 jaar voor Christus. En u ziet al, eigenlijk is het best wel een moderne weergave van, op een plat vlak. U ziet wat akkers en eigenlijk ziet het er al best wel kadastraal uit, zoals ze dat noemen. En hier hebben we bijvoorbeeld ook kleitabletten. In Mesopotamië gebruikten ze het kleitabletten om kaarten op te maken. Ook hier weer een lokale situatie. Die wordt weergegeven. En dat geldt ook voor nog een andere rotstekening in Valcamonica. En dat is deze, die lijkt ook weer veel op die andere van 4000 jaar voor Christus. Deze is wat jonger. Ook hier weer allerlei kadastrale of allerlei percelen, allerlei verkaveling. Ook met dieren en huizen. Maar toch best wel een moderne weergave. Maar goed, allemaal lokale cartografie, zullen we maar zeggen. En eigenlijk wordt deze kaart beschouwd als de eerste wereldkaart. Namelijk die een bovenlokale, bovenregionale situatie weergeeft. En dit is de kaart die gevonden is in Irak. En als u goed kijkt, rechts ziet u het schema, hoe die kaart is opgebouwd. Dan ziet u dat Babylon in het midden is. Dat was ook de belangrijkste stad in die tijd. 200.000 inwoners, echt een enorme stad. Het gebied van Babylon en daaromheen een gegeven door een zee. Maar ook daarbuiten zijn is nog allerlei topografie weergegeven. Dit wordt beschouwd als de allereerste wereldkaart. Maar het is natuurlijk niet van de hele wereld, maar wel van de toenmalig bekende wereld, vanuit Babylon gezien. En ja, als je dan goed kijkt, dan zie je een cirkel. En dat heeft toch wel iets weg van een schijf. En daarmee komen we op de derde mythe. Dat is namelijk de mythe van de platte aarde. Zeer hardnekkig. En sterker nog, hij wordt alleen maar hardnekkiger. Want er zijn steeds meer mensen die geloven in de platte aarde. En is zelfs dit jaar, of vorig jaar in 2020, is er nog een lezing aangekondigd van een meneer die een lezing wilde geven aan de Universiteit Utrecht over de platte aarde. Maar wat is nu die platte aarde? Die mythe is super hardnekkig, dat de mensen in de middeleeuwen dachten dat de aarde plat was. En die mythe is niet waar. Want het waren de Grieken al die de omtrek van de aarde hebben berekend. En Eratosthenes berekende al in de 3e eeuw voor Christus de omtrek van de aarde. En dat deed hij door de lengte van de schaduw te meten op een bepaalde plaats in Alexandrië. En die te vergelijken met het licht dat viel in een put, loodrecht, een paar duizend kilometer verderop. En op die manier kon hij via allerlei wiskundige berekeningen kon hij de omtrek van de aarde berekenen. Dat deed hij tot een paar honderd kilometer nauwkeurig. Dus echt super knap dat hij dat toen al kon. Maar de Grieken waren echt heel erg innovatief in die tijd. Dus die wisten al dat de aarde rond was. Rond is. En verder hebben we Ptolemaeus, een geograaf uit de 2e eeuw na Christus. En die heeft het systeem van coördinaten bedacht. En meridianen en parallellen. Dus die wist ook gewoon dat de wereld rond was. Hier staat dan een wereldkaart uit 1472. Dat komt omdat de kaarten van Ptolemaeus, die er waarschijnlijk wel zijn geweest, niet overgeleverd zijn. Maar wat wel overgeleverd is, dat zijn de coördinaten, is het coördinatensysteem. Beschrijvingen van coördinaten van plaatsen. Die zijn overgeleverd en op basis daarvan hebben ze in de middeleeuwen en ook later nog de kaarten van Ptolemaeus nagemaakt, zullen we maar zeggen. En dit is de wereldkaart van Ptolemaeus. Maar u ziet al, dat is alleen de bekende wereld. Europa linksboven, Azië rechtsboven en Afrika, noordelijk deel van Afrika, linksonder. Dat is toenmalig bekende wereld. Maar de Grieken wisten dat de aarde rond was en dat er dus een gigantische partij land en zee nog te ontdekken viel. Ze hadden ook globes. De Grieken en Romeinen hadden globes. Links ziet u een hemelglobe, die is bewaard gebleven. Dus met de sterrenbeelden erop. Aardglobes die zijn niet bewaard gebleven, maar we weten uit beschrijvingen dat ze die hebben gehad, die globes. En rechts ziet u zo'n aardglobe, gereconstrueerd, op basis van die beschrijvingen van de Grieken en de Romeinen. En u ziet rechtsboven Ecumene. En dat was dus het gebied dat Ptolemaeus bekend was. Ecumene, Azië, Europa en het noordelijk deel van Afrika. En de theorie was verder dat er een ondoordringbare zone was. De tropische zone, de torrid zone. En daaronder had je andere werelddelen, die waren nog niet bekend. En daar leefden onder andere de antipoden, de tegenvoeters. Dit wereldbeeld is best wel invloedrijk geweest. Dus ook gedurende de hele middeleeuwen kom je dat tegen in geschriften. In handschriften, want dat was toen de manier om kennis door te geven. En ik zal dat laten zien aan de hand van een van onze eigen handschriften. Middeleeuwse handschrift uit de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. En hier ziet u het Ptolemaïsche systeem van het zonnestelsel. En Ptolemaeus, dat wil zeggen geocentrisch. Dus de aarde in het midden. Maar u ziet ook, als u goed kijkt, dat dit ook een religieus wereldbeeld is. Ze hebben dat geprobeerd te combineren met het wereldbeeld van Ptolemaeus. De buitenste twee cirkels, dat stelt God voor. Als je goed kijkt, dan ziet u daar God staan. Daarbinnen, die cirkel, dat zijn de engelen. En dan hebben we Saturnus en Jupiter en Mars. En dan komt de zon. En verder zien we Venus, Mercurius, de maan. En dan komen de 4 elementen van Aristoteles. Die komen ook nog aan bod. Zo lucht, water, aarde en vuur. En dan in het midden ziet u de aarde. En dan zegt u misschien, ja, zie je wel, dat is een plat ding. Maar het is echt bedoeld als een bol. Want U ziet een rechthoek in het midden. En dat was de hel. Zo werd de hel voorgesteld. Het midden van de aarde. In hetzelfde handschrift, convoluut is dat, en dat wil zeggen dat er meerdere handschriften bij elkaar zitten. Het is een ander handschrift in hetzelfde boek. Dan zien we deze kaarten naar voren komen. Dit zijn echte wereldkaarten. En deze twee types kom je enorm veel tegen in middeleeuwse handschriften. En maar die zijn wel geënt op de Griekse kennis. Links ziet u het zonale type, middeleeuwse type. En die volgt eigenlijk, als u die globen nog even in uw gedachten houdt van de Grieken, met de antipoden en met Ecumene, die volgt eigenlijk die globen, maar dan op een plat vlak. Dan ziet u aan het noorden ijzig staat er, aan het zuiden ook ijzig, dus super koud. Dan kom je in het deel, in deze deel der wereld mag men wonen. Dat is het bewoonbare deel van de wereld. En dan komen we de tropische zone tegen. En daar zegt hij, dit is beneden deel van de wereld, daar men niet in wonen mag. Dat was onbewoonbaar, was te heet. Ondoordringbaar. En dan krijg je de zone daaronder, de zuidelijke zone, die dus niet bekend was in die tijd. En die zegt, hier wonen die lieden die met hun voeten gaan tegen den onze. En daar men niet in moog komen wonen. Dus dat was een onbekend type, dat zijn de tegenvoeters. Maar ook hier kun je uitgaan van een bolvormige aarde. Rechts zie je een meer religieus type wereldbeeld. Dat noemen we een T&O-kaart. Kijk, en u ziet een T in een grote O. En wat wil dat nou voorstellen? Dat wil eigenlijk voorstellen de toenmalig bekende wereld, de Ecumene, maar dan gericht op het oosten. Die schijf aan de bovenkant, dat stelt Azië voor. Dat kwartdeel linksonder, dat is Europa. En het kwartdeel rechtsonder is Afrika. Dat is een religieus wereldbeeld, want het is ook georiënteerd op het oosten, op Jeruzalem. Dit is een heel eenvoudig type, maar we hebben ook hele uitgewerkte types. Dit is de Hereford wereldkaart, een hele beroemde wereldkaart. Links heb je het origineel en rechts een reconstructie, om het wat duidelijker te maken. En je ziet een heel beeldende kaart. En daarboven, aan de bovenkant, kunt u het misschien niet goed zien, maar dat is Christus. Christus werd gezien als de wereld, die de wereld omvat. Jeruzalem in het midden, als het heilige centrum. Maar u ziet ook heel beeldend de Rode Zee, rechtsboven. Die is gewoon rood gemaakt. En toch, dat was het religieuze wereldbeeld, en toch had je ook in de middeleeuwen dit soort kaarten, portolaankaarten. Nou, u ziet al, dat is super betrouwbaar. Of in ieder geval heel herkenbaar, de Middellandse Zee. Dus echt, en als je die op een moderne kaart legt, dat heb ik gedaan. En u ziet, hij past ontzettend goed, meetkundig gezien. Dus nauwelijks vervorming. Dus die twee wereldbeelden, die lagen gewoon naast elkaar. Die konden naast elkaar bestaan. En dat heeft te maken met de functie van de kaart. Deze kaart was bedoeld voor de zeevaart, dus die moest heel nauwkeurig zijn, want anders voer je op de klippen. En die andere kaarten die waren meer symbolisch. Dus een religieus wereldbeeld gaven die weer. Konden prima naast elkaar bestaan, maar het is dus onzin om te denken dat middeleeuwers dom waren, of dat ze dachten dat de wereld plat was. Daar kom ik straks nog op terug. Dat was in ieder geval niet zo. Ze hadden dus echt al hele goede kaarten in de middeleeuwen. En dan, onder andere hadden ze ook globes in de middeleeuwen. Heel weinig van bewaard gebleven, sterker nog, maar één. Dit is de Beheim-globe. Dat is de oudst bekende globe ter wereld. 1492. En dat is nog vlak voor Columbus. En ik wil dat eventjes laten zien. Want die is mooi geanimeerd. Daar is die. Dit is een animatie via internet. En u ziet ook weer de Rode Zee, rechtsboven. En dan gaan we, dus nog voor Columbus. En u ziet een enorme zee. De Atlantische Oceaan. En men dacht, in ieder geval Beheim dacht, dat je op die manier naar Japan komt. Dit is Japan. En vermoedelijk heeft ook Columbus... We gaan even naar de goede afbeelding. Vermoedelijk heeft Columbus ook misschien wel deze globe gezien, maar in ieder geval heeft hij deze informatie, over dezelfde informatie beschikt. Want ook Columbus wilde vanaf Europa wilde die in een westelijke richting naar de oost zeilen, naar Indië, naar Japan. En toch denken heel veel mensen dat Columbus de geleerden moest overtuigen van de bolvormige aarde. Of dat de bemanning bang was dat ze van de aarde af zouden vallen, van de rand. En ja, waar komt die mythe dan vandaan? Want het is namelijk niet zo. Want zowel de bemanning als Columbus waren overtuigd van een bolvormige aarde. Want waarom zou je anders op die manier naar de, naar de oost willen zeilen via een andere route? Die komt ergens vandaan. En een collega van mij heeft dat uitgezocht en is vooral gestuurd op meneer Irving. En die heeft in de 19e eeuw boeken geschreven over het leven en werk van Columbus. En dat werk van hem is erg invloedrijk geweest. En daarin heeft hij ook beweerd dat Columbus de geleerden moest overtuigen van de bolvormige aarde. Maar dit boek is dus een mengeling van feit en fictie. Dus dat is geen feit dat Columbus de geleerden moest overtuigen. En ook andersom, ook in de 19e eeuw is dat ontstaan dat de bemanning dacht dat ze van de aarde zouden afvallen. Dat ze bang waren, dat ze naar de rand van de aarde zouden gaan. Heel hardnekkige mythe. En je kan het 100.000 keer zeggen, het blijft bestaan, die mythe. En om een voorbeeld aan te halen, mijn vrouw... heeft tientallen jaren gewerkt in het onderwijs, een jaar of 20. En die vertelde ook altijd over Columbus. En die had het er ook over, van zus en zo. En dan valt hij van, de bemanning was bang dat ze van de aarde afvallen. Ik zeg, ja, maar dat is helemaal niet waar. Ik zeg, het zit zus en zo. En ze wisten wel degelijk van de bolvormige aarde. Maar goed, toen dacht ze even na. Dacht ze, ja, maar dat is helemaal niet aansprekend. Ik blijf het gewoon vertellen. Dus op die manier blijven mythes hardnekkig in de wereld. Dus dat over de platte aarde. En daar kom ik ook bij als je het hebt over betrouwbaarheid van kaarten. De vierde mythe is dat mensen denken dat oude kaarten niet betrouwbaar zijn. En een mooi voorbeeld is misschien wel deze kaart, de Poitingerkaart. En dit is een middeleeuwse kopie van een later Romeinse wegenkaart. En dit stelt... Nederland voor, linksboven, dat gedeelte. Nou, er is geen kaas van te maken. Maar het was ook niet de bedoeling om een geometrische weergave te tonen van Nederland, van het Nederlandse grondgebied in die tijd. Dit is namelijk een schematische kaart, een wegenkaart. Dus in feite was die kaart toch weer zijn tijd ver vooruit. En als we daar wat dieper op ingaan, ik zeg altijd, cartografen zijn net mensen, ze maken fouten. Ze fantaseren een hoop en ze kopiëren van elkaar. Nou, fouten. Dit is een hele bekende fout, cartografische fout. Dat is namelijk de weergave van Californië als een eiland. In de 16e eeuw heeft dat tijdlang goed gestaan als een schiereiland. En in de 17e eeuw is dat opeens, heeft een kaartenmaker Californië als een eiland voorgesteld. En dat is heel lang nagemaakt door andere uitgevers. Ik zal daar straks wat meer over vertellen. Verder fantaseren ze graag. Het eiland Friesland lag in het midden van de Atlantische Oceaan, maar heeft nooit bestaan. Komt op diverse oude kaarten voor. Maar wat ik dus al duidelijk, wat ik al zei, cartografen zijn net mensen, ze kopiëren ook graag van elkaar. En kaarten, vooral oude kaarten, moet je zien als een compilatie van bronnen. Dit is de hele beroemde wereldkaart van Waldseemüller uit 1507. Dit is de kaart waarop voor het eerst de naam Amerika voorkomt. Er is maar één exemplaar van bewaard gebleven. Zit nu in de Library of Congress. Die hebben hem gekocht voor $10 miljoen. Een tijdje terug. Maar als je ziet, Afrika is heel goed weergegeven. Want daar waren de Portugezen al geweest. Daar waren de Portugezen al rondgezeild. Dus anders had Waldseemüller goede kaarten voor, van... als bron. Amerika zie je eigenlijk alleen de oostkust goed weergegeven. De westkust was nog helemaal niet bekend. En de oostkust, die is, u ziet rechtsboven, als je goed kijkt, Vespucci staan. En de oostkust is ontdekt door Amerigo Vespucci. En daar is ook Amerika naar vernoemd. En eigenlijk is dat onterecht, want Columbus heeft natuurlijk meer recht op die titel. Dus eigenlijk had Amerika Columbia moeten heten. Maar goed, Vespucci heeft de eer gekregen die hem eigenlijk niet toekwam. Maar dat is dus gebaseerd op Vespucci en ook op Columbus. Maar kijken we dan naar Azië, dat is toch wel heel matig weergegeven. En daar waren eigenlijk maar weinig bronnen voor. En Waldseemüller heeft zich vooral gebaseerd op Ptolemaeus, dus een geograaf uit de 2e eeuw na Christus. Dus kan je nagaan. Dus er worden gewoon bronnen die al meer dan 1000 jaar oud zijn, worden gebruikt voor deze wereldkaart. En het is ook heel kostbaar om een prototype te maken. En dat is eigenlijk een eersteling. Dit is de wereldkaart van Gerard Mercator, 1569. En dat is de kaart waarop voor het eerst waarop voor het eerst de Mercator-projectie wordt gebruikt. En dat is een cilinderprojectie. En het voordeel van die cilinderprojectie is dat je in een rechte lijn kon navigeren. En dit noemen we een prototype, omdat hij voor het eerst een nieuw kaartbeeld op de markt bracht. En dat is best wel kostbaar, want je moet een nieuw ontwerp maken, je moet bronnen bestuderen, je moet bronnen omwerken tot een nieuwe kaart. Dus een prototypes die zijn eigenlijk best wel zeldzaam. En wat mensen wel deden was vooral navolgen, kopiëren. En dat was gewoon toegestaan in die tijd. Ook deze kaart van Mercator is heel veel nagevolgd. Onder andere door Petrus Plantius in 1592, de allereerste wereldkaart die in Amsterdam is gepubliceerd. Zie je allemaal elementen van Mercator terugkomen. En dat was ook gewoon toegestaan om te kopiëren, want er was geen auteursrecht. Hooguit waren de privileges die bescherming boden, maar die privileges die gingen niet verder dan een grens van een bepaald rechtsgebied. Meestal een provincie. En deze kaart is dan ook weer nagevolgd door een Italiaan, of in ieder geval een Vlaming die woonde in Italië. Arnoldo di Arnoldi. En ja, dat is natuurlijk veel goedkoper om gewoon al een kaartbeeld na te volgen. Maar dat betekent dus wel dat bepaalde kaartbeelden soms al honderden jaren meegingen zonder dat het aangepast werd. Een andere manier om kaarten te verkrijgen is gewoon opnieuw af te drukken. Maar dan 100 jaar later bijvoorbeeld. En koperplaten is ook een techniek geweest. Je had eerst houtsneden, toen koperplaten, toen lithografieën in de 19e eeuw. In de 16e tot en met de 19e eeuw maakte men vooral gebruik van koperdiepdrukken. En die kon je heel makkelijk aanpassen. Hier zien we twee dezelfde kaarten van Europa. Alleen de ene is tientallen jaren later herdrukt. En dan hebben ze allerlei dingen aangepast in de cartouche, noemen we dat. In de toeschrijving aan de uitgever. Dus het is een nieuwe uitgever geweest die het heeft gedaan. En op die manier konden uitgevers dus door te kopiëren, door te herdrukken, grote fondsen creëren. En ik heb zelf onderzoek gedaan naar een fonds van een uitgever. En hier zie je dan hoe dat tot stand is gekomen, dat fonds. En wat dan opvalt is dat ze vooral veel kopieerden en ook heel veel herdrukten. Dus met behulp van koperplaten die ze opkochten van oudere uitgevers. En heel weinig prototypes. Want kaartbeelden, dat was gewoon nieuwe kaartbeelden op de markt brengen, dat was gewoon super kostbaar. Als je het hebt over betrouwbaarheid van oude kaarten, dan hebben het mensen ook vaak over nauwkeurigheid. Dan hebben we het vooral over meetkundige nauwkeurigheid. En dan is de opvatting vaak, hoe nieuwer een kaart, hoe meer betrouwbaar. Maar ik zal dat illustreren aan de hand van deze kaart van Jacob van Deventer, dat dat niet waar is. Deze kaart komt uit het midden van de 16e eeuw. En als we die vergelijken met de kaart van Joan Blaeu van Utrecht, uit ongeveer 1650, 1649. En we doen daar een nauwkeurigheidsanalyse op. Dat heb ik gedaan. U ziet hier allerlei cirkeltjes. En u moet zich voorstellen hoe groter de cirkels en hoe minder nauwkeurig. En als ze rood zijn, zijn ze echt onnauwkeurig. En dan zie je dat die kaart van Jacob van Deventer veel nauwkeuriger is dan de kaart van Blaeu, die tientallen jaren later is gepubliceerd. Maar die kaarten van Jacob van Deventer waren min of meer geheim. Die waren in opdracht van de Spaanse koning, dus daar had Blaeu niet de beschikking over. Dus die kon hij niet navolgen. Dus hij heeft zich moeten beroepen op ander kaartmateriaal, op andere bronnen. En die bronnen waren niet gebaseerd op veldwerk. Terwijl Jacob van Deventer heeft veldwerk gedaan. Die heeft vanaf torens hoeken gemeten en afstanden. Dus op die manier kon hij een hele nauwkeurige kaart maken. Ja, en dan hebben we het, als we het hebben over fantasie, dat is niet iets van vroeger. Nog steeds worden kaarten, fantasiedingen op kaarten opgenomen. En dan noemen wij tegenwoordig de copyright trap. Nu hebben we wel natuurlijk auteursrecht in deze eeuw en de vorige eeuw. En om dat tegen te gaan hebben kaartmakers soms spookdorpen opgenomen of spookstraten. Met de bedoeling dat als een andere uitgever die kaart van hem of haar kopieert, dat ze kunnen bewijzen dat het plagiaat is. Een voorbeeld is de stad of dorp Agloe in de Verenigde Staten, maar dat heeft nooit bestaan. Het is wel grappig trouwens. Er is toen een rechtszaak geweest met Rand McNally, een andere kaartuitgever. Die had namelijk wel die plaats opgenomen. En toen hebben ze een rechtszaak gevoerd, maar die hebben ze toch verloren. En dat komt omdat in de tussentijd iemand anders een restaurantje heeft genoemd naar die plaats. En toen waren ze eigenlijk gevrijwaard van die rechtszaak. Een ander voorbeeld is in Oxford, Goy Close straat, om het cirkeltje. En we hebben ook Lee Close in Bristol. Ook dit zijn copyright traps. Dus om plagiaat tegen te gaan. Ja, en dan kom je natuurlijk ook meteen van, ja, in hoeverre is een kaart dan objectief? En heel veel mensen hebben een blindelings vertrouwen in kaarten. En iedereen kent natuurlijk wel de gevallen dat iemand op basis van navigatie een sloot is ingereden. Dat wordt dan breed uitgemeten in de kranten. Maar in principe wordt aan kaarten een grote mate van objectiviteit toegedicht. Maar eigenlijk is niets minder waar. Hier hebben we een kaart van Utopia bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een heel flauw voorbeeld, want het is een fictief land. Dus dat is uiterst subjectief. Maar goed, we hebben ook andere voorbeelden. En ik wil even dit theoretisch model laten zien. Dat noemen we het cartografisch communicatiemodel. En dat ziet de kaart eigenlijk als een sociale constructie, door mensenhanden gemaakt. En de cartograaf wil een bepaalde boodschap overdragen. En dat doet hij door, aan de bovenkant hebben we dan informatie, de I van informatie, die data, die gaat hij bewerken. Die data is gebaseerd op de werkelijkheid. Maar de cartograaf wil een bepaalde boodschap uitdragen, een bepaalde taal spreken. En dat doet hij door een kaart te maken. En de kaartgebruiker die bestudeert die kaart en die ontleent daar informatie aan. Maar die informatie, ontlenen informatie, komt nooit helemaal overeen met de geïnterpreteerde, of met de informatie zoals de cartograaf die wil overdragen. En dan krijg je een soort cyclus, want dan kan hij de kaart weer aanpassen. Maar wat je eigenlijk in je achterhoofd moet houden is dat de kaart een sociale constructie is. Dus door mensenhanden gemaakt. En dan moet je vooral het doel van de kaart in de gaten houden. Want dat doel van de kaart is heel bepalend voor de inhoud van de kaart. Hier zien we een topografische kaart. Een militair topografische kaart van een deel van Nederland. Nou, dat was van belang om het landschap zo goed mogelijk in beeld te brengen. Zo getrouw mogelijke weergave van het landschap. Want dat was vanuit militair oogpunt natuurlijk belangrijk. En dan zie je deze kaart. Nou, dat is een heel leeg kaartbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat deze kaart minder nauwkeurig is of minder goed. Het was alleen de bedoeling van de kaartmaker om de vaargeul te laten zien. En vanwege de bevaarbaarheid van de Spaarne. Dit is de Spaarne bij Haarlem. Bekende voorbeelden zijn ook deze militair topografische kaarten. Linksboven ziet u de uitgave die bedoeld is voor de militairen. Dan zie je gewoon de forten bij Utrecht. Rechtsboven is de civiele uitgave, die voor de burgers bedoeld was onder meer en voor openbare instanties. Dan zie je dat de forten wit zijn gelaten. Maar dat viel natuurlijk toch ook wel op. Dan denk je ook van, wat is dat voor iets bijzonders? Dus die hebben ze in een latere uitgave, 1912 linksonder, hebben ze ingevuld met fictieve cartografie. En uiteindelijk verloren de forten hun functie. En dan zie je dat in 2020, dat is de nieuwste kaart, dat die forten gewoon weer getoond worden. Want die hebben geen functie meer. Maar goed, of dat nou veel heeft uitgehaald om die forten niet weer te geven, dat vraag ik me af. Want ik heb hier in origineel, heb ik bijvoorbeeld een kaart van Russische makelij, Sovjetmakelij. En daaruit blijkt dat, deze is 1 op 10.000, dus super nauwkeurig. En daaruit blijkt dat de Russen, de Sovjets, al uitstekend op de hoogte waren van alle topografie in Nederland, maar ook van de militaire objecten. Die staan er allemaal op vermeld. Zo'n Russische kaart van Utrecht, plattegrond van Utrecht. En een ander voorbeeld is ook deze Russische kaart. En daarin zie je met blauwe lijnen het gebied dat onder water zou worden gezet, de IJssellinie. Mochten de Russen dus West-Europa gaan binnenvallen, zou dit gedeelte onder water worden gezet. Nou, daar waren ze allemaal van op de hoogte. Dus, Maar goed, desalniettemin, of dat nou veel effect heeft of niet, desalniettemin worden nog steeds militaire objecten geblurred. Hier heb ik via Google Maps militaire terreinen in België, Zeebrugge, dus dat wordt geblurred. Maar kennelijk is dat per land verschillend, want ik weet nog wel van een paar jaar geleden was dat nog wel zo. Waren de Nederlandse militaire terreinen ook geblurred, maar dat is niet meer zo. In ieder geval niet toen ik keek, want hier hebben we bijvoorbeeld Woensdrecht. En dan zie je keurig 6 Apache-helikopters op een rij staan. Dus niks geheim aan. En dus ja, dat zijn eigenlijk manipulaties van het kaartbeeld. Hè? En soms is het ook heel erg bewust gedaan om de beeldvorming te beïnvloeden. Een heel bekend voorbeeld, dat noemen we dan geopolitiek. Een heel bekend voorbeeld is van Nazi-Duitsland. En deze kaart heeft toen in de kranten gestaan in de jaren 30. En die legitimeerde als het ware de inval in Sudetenland. Want hier zie je de bommenwerpers van Tsjechoslowakije, hoe die Duitsland zou bedreigen. De vloot, de bommenwerpervloot van Tsjechoslowakije. Nou, ik zal u vertellen, ze hadden niet eens bommenwerpers. Maar ze hebben daarmee wel de publieke opinie beïnvloed, de nazi's. Ander voorbeeld zijn 2 atlassen, dus dan hebben we het echt over geopolitiek. Links zien we een Duitse atlas uit de jaren 40, midden in de oorlog. En rechts een vergelijkbaar voorbeeld, maar dan een geallieerde atlas, een Amerikaanse atlas. Nou, laten we eerst het Duitse perspectief maar eens zien. Dan zien we links de situatie na de Eerste Wereldoorlog. En dan zie je de gevangenis der Duitse vlotte. Dus de Duitse vloot was compleet afgesloten van de Atlantische Oceaan. Maar dan zie je in 1940 de doorbraak naar de Atlantische Oceaan. Dus het was ook gewoon legitiem dat ze dat deden. En hier zie je ook, tegelijkertijd konden ze ook allerlei aanvoerlijnen afsnijden richting Engeland. En Engeland was echt wel een grote vijand voor de Duitsers. En je ziet hier ook weer om te legitimeren dat Engeland een vijand was voor hun. Engelands rooftocht in de wereld. In de periode 1605-1940. Dus Engeland als de kwade genius die erop uit is om de hele wereld te veroveren. Terwijl het natuurlijk, laten we wel wezen, ook andersom is geweest. En dat zie je hier. Hier zie je ook het Russische, of het Sovjetrijk, dat van beide kanten door de asmogendheden wordt ingesloten. Dus op die manier kan je dus ook kaarten gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de Amerikaanse atlas. Ook geopolitieke weergave van de as die de klauwen uitstrekt richting het Russische Rijk. En hier heb je dan de reikwijdte van de bommenwerpers. En dan vanuit het perspectief van de Verenigde Staten. Wel een heel mooi perspectief. Cornell University heeft daar een hele grote tentoonstelling aan gewijd. Alleen maar dit soort kaarten. Dus vandaar die link. Die kunt u dan nog eens een keer bekijken. Over perspectief gesproken, dan kom ik ook op de volgende mythe. Mythe 6, als je het hebt over perspectief. Wat is nou de beste projectie? Want ja, daar komen ook altijd mensen bij me aankloppen van wat vindt u nou de beste projectie? Nou, dit is al een hele typische, dit is ook van Mercator, een dubbel hartvormige projectie. Werd in die tijd nog wel eens gebruikt, zie je tegenwoordig nooit meer. En wij zijn heel erg gewend aan de Mercator-projectie. Sterker nog, zo werd ook deze lezingenreeks aangekondigd met dit plaatje, dat is Mercator-projectie. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld Groenland veel groter is dan het Arabisch Schiereiland. Terwijl het in werkelijkheid net zo groot is. Dat komt door de projectie. Want elke kaart is een 2D-weergave van een 3D-deel van de wereld. De wereld is natuurlijk driedimensionaal. Maar goed, er zijn toch altijd wel mensen geweest die vonden Mercator-projectie oneerlijk en inderdaad ook wel eens racistisch, omdat Afrika en ook Latijns-Amerika erg klein worden afgebeeld. Dus meneer Peters heeft bijvoorbeeld de Peters-projectie ontwikkeld, wat eigenlijk niet zo is, want Gal had hem al veel eerder ontwikkeld, maar hij heeft zichzelf ook al beroemd op deze projectie. En dan zie je dat Afrika veel groter is en Zuid-Amerika ook. En op zich, qua oppervlakte, klopt het ook wel. Dan is deze projectie wel eerlijker als je kijkt naar oppervlakte. Maar hij is dan wel oppervlaktegetrouw, maar niet vormgetrouw. De vormen kloppen helemaal niet. En die kaart van Mercator is bijvoorbeeld weer goed voor navigatie. Dus zo heeft elke projectie zijn voor- en nadelen. En deze kaart heeft dus als nadeel dat hij niet vormgetrouw is. En in feite is dus elke projectie liegt. Want het is allemaal een vertekening van de werkelijkheid. Het is allemaal een weergave in een plat vlak. Nou, eigenlijk hebben we drie hoofdtypes. Dus de bovenste is de Mercator-projectie. Dat is een cilinder. Dus de aarde wordt plat gemaakt over een cilinder. Je hebt een kegelprojectie, die daaronder. En je hebt een azimutale, dat is van bovenaf. En dat is een afstandsgetrouwe, noemen we dat. En de meeste projecties zijn ontelbare projecties. Dat zijn gewoon variaties of compromissen. Maar om de zoveel jaar komt er wel weer iemand nieuws met van dit is de projectie. Zo hebben we laatst ook een Japanner, die heeft deze projectie gemaakt. Heeft er ook een prijs mee gewonnen. En van dit is toch wel de meest eerlijke projectie, vond hij zelf. Dus, maar ook hier zie je dan weer, dat is misschien wel een vormgetrouwe projectie, ook al is Zuid-Amerika wel weer uitgetrokken. Maar dan ook weer niet afstandsgetrouw. Dus zo heeft elke projectie wel zijn voor- en nadelen. En dat is ook maar net vanuit welk perspectief je kijkt, want dit is dan vanuit het perspectief van Azië. Dus, ja. Nou, nu we het toch over perspectief hebben, hebben we het natuurlijk ook over de volgende mythe. Het noorden hoort boven te liggen. Dat is ook zo'n hardnekkige mythe. Ik heb hier, dit is de kaart van Ortelius. Die kaart heb ik hier in het origineel. En ik kan u vertellen dat de bronkaart van deze kaart, die stond zo. Die stond wel op het noorden. En die was ook een stuk groot, die is ongeveer zo groot, de bronkaart. Die is gekopieerd door Ortelius. Maar dan op het oosten georiënteerd. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Anders zou hij namelijk niet in de atlas passen, want dit is namelijk een atlaskaart. Deze is uit een atlas gesloopt. Dus dat om te laten zien een praktische overweging. Dus het had praktische overwegingen, esthetische overwegingen. Nog steeds zo trouwens, praktische overweging. Dit was een paar jaar geleden. Dat stond bij TV West. Omroep West. Die had een vragenrubriek. En daarin kwam onder andere deze vraag naar voren van een luisteraar, van een kijker. Van waarom staat de Noordzee op de verkeerde plek op Haagse landkaarten? Ook dat is weer puur praktisch. Want als je dat niet zou doen, als je Den Haag op het noorden zou oriënteren, zou je dus een heel groot gedeelte zee hebben op die plattegrond. En dat is gewoon niet efficiënt vanuit economisch oogpunt. Dus dit is gewoon voordelig om het te laten zien. Dus het is overigens nooit een vaste regel geweest. En het is nog steeds geen vaste regel dat je de kaart op het noorden moet oriënteren. We zijn er wel aan gewend. En het is natuurlijk wel zo dat de meeste kaarten wel op het noorden georiënteerd zijn, maar lang niet alle. En je hebt ook reiskaarten waarbij je bijvoorbeeld naar het zuiden gaat, die op het zuiden georiënteerd zijn. Voorbeeldjes van oriëntering, want vooral in het verleden werd daar nog wel eens verschillend mee omgegaan. Links ziet u de paskaart van de West-Europa, van Blaeu uit 1615. Nederland in het midden. En de handel op de Oostzee was van belang, dus rechts, en de handel op de Middellandse Zee. Dus deze kaart kon je eigenlijk beide handelsgebieden goed besloeg beide handelsgebieden. En bovendien is die ook bevestigd geweest op de tafel in de stuurhut. En u ziet de spijkergaten nog zitten. Dus deze kaart is daadwerkelijk gebruikt aan boord van een schip. Rechts zie je de Roomweekkaarten van Edsloop. En die was bedoeld voor pelgrimage richting Rome. Vanuit het Duitse Rijk. Dus die is op het zuiden georiënteerd. Dus puur praktisch. Ja, en dan hebben we nog deze kaart van Colom. Dat is een van de grootste kaarten die ooit gepubliceerd is. Wandkaarten in de Nederlanden. En die heb ik hier ook in origineel liggen. En die zal ik u even laten zien. Kijk, dat is een enorme kaart. Van bijna 3 meter bij 2 meter. En u kunt zich wel voorstellen, als je die op... Holland is hier op het westen georiënteerd, maar als je die op het noorden zou oriënteren, dan zou die namelijk niet in je huis passen. Dus ook hier weer een puur praktische reden, maar ook wel esthetisch. Want als je een kaart landschap op landscape neerhangt, is dat mooier dan als je hem in portretformaat neerhangt. Maar goed, in dit geval is het dus ook een hele duidelijke praktische reden. Ja, en het zal u opgevallen zijn, wij hebben net de kaart aangepakt met onze blote handen. We hadden geen handschoentjes aan. Dat is de laatste mythe die ik met u wil behandelen, want daar begint iedereen over. En als wij wel eens in de krant staan met een van onze documenten en we hebben geen handschoentjes aan, dan krijgen we altijd legio reacties. En die zijn niet altijd even positief. Mensen hebben het idee dat je altijd handschoentjes moet aandoen als je met kostbare boeken, kostbare kaarten te werk gaat. Waar komt dat nu vandaan? Nou, een belangrijke reden is geweest Boudewijn Buug. Vroeger in de jaren 80 en 90, die met zijn programma over boeken altijd zijn eigen collectie, zijn boeken, altijd aanraakte met handschoentjes. En ook erin bladerde met handschoentjes. Maar ik kan u vertellen, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want je hebt helemaal geen voeling met papier, als je handschoentjes aan hebt. En er zijn ook heel veel gevallen bekend van handschriften, waarbij ze vaak dunne vellen perkament gebruiken die gewoon echt beschadigd zijn door de bladeren met handschoentjes. Het is overigens niet zo dat het altijd verkeerd is, handschoentjes dragen. Want in sommige gevallen kan het wel goed zijn. Bijvoorbeeld als je een globe hanteert, dat je handschoentjes aan hebt. Of grote objecten. Dan is het verstandig om handschoentjes aan te hebben. Maar, laten we zo zeggen, als je schone handen hebt, is het altijd goed. Dus je kan beter gewoon altijd vaak je handen wassen dan dragen. Want het is ook zo, als je handschoentjes hebt gebruikt, bijvoorbeeld bij een globe, dan moet je ze meteen wassen daarna. Dus dan zou je ze ook altijd moeten wassen. Dus, terwijl schone handen eigenlijk net zo goed is. Dus eigenlijk, wij hanteren het principe dat je geen handschoentjes aan doet bij het hanteren van onze boeken. Dus wel vaak je handen wassen. En wilt u daar nou meer over weten? De British Library heeft daar verhalen over op internet gezet. En ook National Trust. De grotere bibliotheken huldigen allemaal het principe dat je geen handschoentjes aandoet bij het gebruiken, bij het bladeren in boeken. Dus dat is eigenlijk de laatste mythe die ik met u wilde bespreken. Ik wil u ook vooral uitnodigen aan het eind van mijn lezing om onze nieuwe website te bezoeken. We hebben een hele mooie website van de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dus ik wil u eigenlijk uitnodigen om daar eens een kijkje te nemen. En als de coronatijden weer een beetje voorbij zijn, hoop ik u ook te zien in onze mooie kaartenzaal. U ziet een prachtige zaal met allemaal wandkaarten, onder andere de wandkaart van Mercator. Waldseemüller hangt er, reproducties wel te verstaan. Maar het is echt een bezoekje waard. En, u kunt ook allemaal atlassen bekijken en u kunt ook oude documenten aanvragen en raadplegen. Ja, en echt een hele mooie collectie. En ik kan u wel vertellen dat die collectie echt van mythische proporties is. Ik dank u wel. Ja, Marco, dankjewel. Je mag er kruk bij pakken ook. Ik neem even een slokje water. Ja, dat mag zeker ook. En dan zet ik hem voor je neer. Dan kunnen we wat vragen behandelen. Ja. Dankjewel voor je hele interessante lezing. En ontzettend veel informatie, superveel mythes ontkracht. En ik ben een aantal keren verrast, ook al had ik al wat van je gehoord van tevoren. Die collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, hoe groot is die, als je moet gokken? Nou, we weten dat vrij nauwkeurig. De hele collectie van bijzondere collecties bestaat uit ongeveer 1,5 miljoen documenten. En daarvan zijn ongeveer 200.000 documenten cartografisch. Mm-hmm. Dus we hebben het over atlassen, globes, losse kaarten en gevouwen kaarten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is in landelijk opzicht een vrij grote collectie. Eigenlijk kun je zeggen dat het Nationaal Archief in Den Haag, de Universiteitsbibliotheek Leiden en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, dat zijn de grootste collecties van het land. Mm-hmm. En die hebben allemaal ongeveer een vergelijkbaar aantal kaarten. Maar iedereen heeft zo zijn eigen zwaartepunten. Kijk, het Nationaal Archief heeft veel VOC-materiaal. En de Universiteitsbibliotheek van Leiden heeft veel oude topografische kaarten, losse kaarten. En de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bezit heel veel oude atlassen. En vooral ook van Amsterdamse origine, want Amsterdam was destijds in de 17e eeuw het centrum van cartografische productie. Mm-hmm. Kijk, en wij zijn vooral een algemene verzameling. Wij hebben eigenlijk alles en ook van alle delen van de wereld. En dat heeft ermee te maken dat we erg geënt zijn op het Geografisch Instituut. En het Geografisch Instituut is opgericht in 1908 en is toen begonnen met een kaartenverzameling. En die kaartenverzameling is uiteindelijk opgegaan in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Ja. En eigenlijk zijn nu alle universitaire kaartenverzamelingen zitten onder één dak. Mm-hmm. In de UB Uithof. Ja. Ja. En de kaartenzaal en de kaartencollectie, waar wordt die nog voor gebruikt nu? Nou, we hebben onder andere heel veel colleges. Ook in coronatijd. We worden door het college van bestuur als een labfunctie gezien, als een vitaal lab. En waarbij het onderwijs van belang is, dermate van belang is dat het ook doorgang moet vinden. Dus we geven nog steeds werkcolleges. En je moet je dan voorstellen dat we geven eerst een hoorcollege aan de studenten en daarna gaan we naar het originele materiaal kijken. En soms moeten studenten dan aan de hand van het originele materiaal een scriptie schrijven. Dus dan moeten ze het document beschrijven en in een context plaatsen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld wetenschappers die onderzoek doen met behulp van onze collectie. We leveren scans voor boeken. Dus dat is eigenlijk heel veelzijdig gebruik van onze collectie. Wordt veel gebruikt? Ja, wat is veel? Vroeger. Loopt het storm? Elke dag een bezoeker? Kijk, vroeger. Het is wel goed dat je dat vraagt. Vroeger dan hadden we een select groepje mensen in de leeszaal. En er waren altijd wel mensen in de leeszaal. Maar dat was voor een klein groepje. En nu komen we naar de mensen toe door de digitalisering. Mm-hmm. Nu zien we dat in de leeszaal dat het bezoek wat afneemt. Het wordt vooral nu gebruikt voor colleges, werkcolleges. Maar je ziet dat onze bezoekerspopulatie eigenlijk verduizendvoudigd is. Maar dan virtueel. Mm-hmm. Dus alle mensen van over de hele wereld weten onze collectie nu te vinden. Ja. Dus dat is eigenlijk... Virtueel loopt de storm. Ja, virtueel loopt zeker storm, ja. Ja. Ik had een vraag van Lieke. Van welke materialen worden de kaarten gemaakt? Goeie vraag. Ik heb net al wat laten zien. In de middeleeuwen, kleitabletten. Was niet in de middeleeuwen natuurlijk, maar was in de oudheid. Dat zag je kleitabletten, maar ook al papyrus is ook gebruikt. En je ziet eigenlijk in de middeleeuwen dat het perkament is. Dus van een dierlijke huid. En dat konden ze heel dun maken. En daar werden die middeleeuwse wereldkaarten zijn op perkament gemaakt. En je ziet vanaf ongeveer 1450... dan komt de boekdrukkunst en dan zie je dat ze gebruik gaan maken eerst van houtsneders. En vanaf ongeveer 1550 komt er een nieuwe techniek, dat is de koperdiepdruk. Kijk, houtsneders noem je hoogdruk, dus alles wat je niet ziet wordt weggesneden. Dus alles wat je wel ziet, dat blijft dan hoog staan. Mm-hmm. Maar bij een koperdiepdruk is het precies andersom. Dus dan ga je een koperplaat ingraveren en alles wat je ziet wordt dan ingegraveerd. Dus dat rollen ze dan in met inkt en dan drukken ze hem af op een vel papier. Ja. Dus dat is de koperdiepdruk. Is dat ook eenvoudiger drukken? Kun je dan meer drukken of is dat goedkoper? Er is bekend dat er soms al 8000 afdrukken zijn gemaakt van één koperplaat. En die koperplaat, na 1000 afdrukken ging die wel slijten, maar dan kon je hem uitdiepen met een burijn. Dus dan kon je die lijnen weer accentueren. Die techniek is zeg maar tot 1850, 1800 gebruikt. En daarna kwam de lithografie, dat is steendruk. En dat noem je vlakdruk. Dat is best wel een moeilijk procedé, want dat maakt gebruik van het feit van het gegeven dat water en vet elkaar afstoten. Dus die steen die wordt dan ingevet. Alle delen die een bepaalde kleur niet moeten hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan kon je, het voordeel van lithografie, van steendruk, is dat je veel meer kleuren kan drukken. Veel sneller. Ja. Samen koperdiepdruk, dat werd allemaal met de hand ingekleurd. Want kleurendruk met koperplaten, dat is best wel moeilijk. Want dan moet je meerdere koperplaten hebben en die moet je ook nog op dezelfde manier afdrukken. Dus dat is eigenlijk tot 1900 ongeveer het procedé. En daarna kreeg je offset. Mm-hmm. En tegenwoordig is het natuurlijk digitaal. Ja. Weet je wanneer de eerste digitale kaart is ontstaan? Hoe lang hebben we wij hebben in onze collectie zitten bijvoorbeeld een paar computeratlassen uit de jaren 70. En die zijn al gemaakt met behulp van een computerprogramma en geplot. Maar dat is nog heel, dat staat nog heel erg in de kinderschoenen dan. Dat kan je echt heel duidelijk zien. Maar dat is eigenlijk de eerste. Dus in de loop van de 20e eeuw is dat gekomen. Ja. Want komen er nu nog nieuwe kaarten bij in de collectie? Is het bijvoorbeeld voor jullie belangrijk dat er een update komt van Google Earth en dat die ook in de digitale collectie? Google Earth, dat is gewoon de applicatie. Die verandert natuurlijk dat bij de KB, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, archiveren ze websites, dat doen wij niet. Maar de Koninklijke Bibliotheek heeft echt een depotfunctie, zoals we dat noemen. Dat is onze nationale bibliotheek en die verzamelen ook websites. Mm-hmm. Maar wat wij doen is vooral op basis van ons collectieprofiel proberen we inderdaad nog wel nieuw materiaal aan te vullen. Ja. En dan hebben we het over topografische kaarten bijvoorbeeld. En we proberen toch altijd wel een afdruk te hebben van de topografische kaart. Mm-hmm. En het mooie van nu is dat die worden nu ook geplot. En vroeger had je dan eens in de 5 tot 10 jaar had je een verversing van een kaartblad. Nederland bestaat uit, als je afhankelijk van de schaal, uit tientallen tot honderden kaartbladen. En die kaartbladen krijgen we nu elk jaar toegestuurd. Ja. Dus ik heb gewoon van elk jaar heb ik Nederland in geprinte vorm. Mm-hmm. Want je weet maar nooit, systemen kunnen uitvallen natuurlijk. Heel veel is wel digitaal beschikbaar, maar ik vind het toch ook handig om een afdruk in de collectie te hebben. Ja. En die keuzes die zijn aan jou en je team, jou als curator van de Universiteitsbibliotheek? Uiteraard binnen de kaders van de bibliotheek, van het bibliotheekbeleid. Ja. Ja. En je bent nu al 18 jaar of 17 jaar? Sinds 2003 ben ik conservator. Ja. Wat voor eigenschappen heb je nodig om een goede curator te zijn? Nou ja, je moet toch al een beetje gek zijn van kaarten. Nou ja, in ieder geval van oude documenten. Maar als je het hebt, dan specifiek hebt over conservatorkaarten. Ja, dan moet je toch wel een beetje verslingerd zijn aan oude kaarten, ook moderne kaarten. En, ja, dat zat er bij mij al heel jong in. En de Bosatlas was mijn favoriete boek. En die heb ik ook echt helemaal stuk gelezen. De Bosatlas van mijn ouders. Dus die waren er niet zo heel blij mee. Ik tekende ook kaarten van mijn eigen plantsoen. Die heb ik nog steeds liggen. Maar daar bleek al heel snel uit van dat je ook veldwerk moet doen. Dat je moet meten. Mm-hmm. Dus landmeetkunde is natuurlijk, staat aan de basis van het kaarten maken. En ik kon dat niet. Dus je ziet ook, die kaarten kloppen niet. Zelfs van een klein plantsoentje kreeg je al... kreeg ik niet kloppend. Mm-hmm. Dus dan zie je hoe belangrijk landmeetkunde is. Geodesie. Ja. En... maar ik kan wel zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt. Dus ik heb ook een tijd lang zelf kaarten verzameld en atlassen. Mm-hmm. En nog steeds, echt elke avond kijk ik in de atlas. Dus dat is wel een tik van mij. Ja. Maar die komt dus weer heel erg goed uit bij je beroep. Ja. Dus ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. En, ik ben uiteraard wel gestopt dan met het verzamelen van kaarten en atlas. Want dat is moreel niet... in orde anders. Hmm. Ja, want dan kun je misschien je eigen collectie... Ja, nee, maar dat geeft dan... Nee, dat is niet... Ik wil het nog even hebben over het gebruik van de kaarten. En hoeveel we eigenlijk weten van... We weten dan hoe de kaarten gemaakt zijn en met welk doel. Maar weet je ook van veel kaarten hoe ze gebruikt zijn? Bijvoorbeeld op welk schip ze hebben gezeten... of de hoeveel mensen een fietstocht hebben gemaakt met die kaart? Nou, gebruik van kaarten is best wel een moeilijk iets, want er zijn maar heel weinig bronnen die ingaan op het feitelijke gebruik van kaarten. Van, je komt niet vaak tegen in geschrift van nou heb ik die kaart en heb ik dit en dat gevonden en zus en zo gebruikt. Wat we wel weten is dat aan boord van een VOC-schip altijd een partij kaarten meeging. En onder andere een set van 7, 8 manuscriptkaarten op perkament. Want perkament is heel sterk spul. Dus was uitstekend bestand tegen weersinvloeden. En die kaarten werden gebruikt als een soort, zoals wij nu de TomTom gebruiken. Wij zijn heel erg gewend om in en uit te zoomen. Hè? Als je Google Maps gebruikt bijvoorbeeld, of navigatie in de auto, dan wil je altijd in en uit zoomen. Dat deden ze eigenlijk in de 17e, 18e eeuw ook al, met behulp van die VOC-kaarten. Namelijk zo dat schepen voeren natuurlijk vanuit Amsterdam naar Batavia, naar de oost, en andersom. En ze hadden dan detailkaarten van de Zuiderzee bijvoorbeeld... en van het gebied bij Texel en van het kanaal. Dus daar moest je natuurlijk nauwkeurig doorheen zeilen. Of om Engeland heen. En dan kreeg je grote overzichtskaarten. Overzeilers van de Atlantische Oceaan. Dat was een kleinschalige kaart, noem je dat. Hè? Die is niet zo gedetailleerd, maar we beslaat een heel groot gebied. En dan kreeg je de Indische Oceaan. Dat was ook een grote kaart. En daarna... ging je weer over op detailkaarten van Sumatra, van die zeestraat die tussen Sumatra en Java ligt. En dan kwam je bij Batavia. En dan had je weer kaarten van de havens, van de haven van Batavia. Mm-hmm. Dus zo werkte dat. Dus dat weten we, dat de kaarten op die manier gebruikt werden. Ja, en als je dan, je liet bijvoorbeeld zien dat Florida werd gegeven als een eiland voor een tijd. Wat Californië was het. Californië, ja. En dan heb je eigenlijk niet een goed idee van hoeveel mensen dan ook die fout hebben opgeslagen. Hoeveel mensen dan... Nee, inderdaad, dat klopt. Dat klopt. Nou, dat cartografisch communicatiemodel, in hoeverre, dat is natuurlijk heel lastig. In hoeverre, dat is iets cognitiefs. En dat ligt niet altijd op schrift vast. Dus, en dat vergt enig inbeeldingsvermogen. En daar moet je ook wel voorzichtig mee zijn. Van hoe werden kaarten gebruikt? We weten dat grote bibliotheken... En geleerden, die hadden globes bijvoorbeeld. En die hadden ook dure atlassen. En dan bijvoorbeeld die atlas die hier ligt, van Mercator is die. Ja, daar moest je echt een hoop geld voor hebben. Dus dat was iets voor de rijke burger. Of voor een geleerde. Maar de gewone man, die moest het doen met een pocket-uitgave. Mm-hmm. Maar hoe die daadwerkelijk gebruikt werden, dat vergt enige inbeeldingsvermogen. Ja. Dus als je daar zijn weinig bronnen van. Ja. Dus als je zegt, we weten dat in de middeleeuwen mensen niet per se dachten dat de wereld plat was. Mm-hmm. Maar wat hun wereldbeeld precies was, dan geven de kaarten een hint. Maar het is wel zo dat, kijk, Nu hebben we natuurlijk veel complotdenkers, maar dat had je toen ook wel een beetje. Nu hebben we er veel meer overigens. Dus het is eerder slechter geworden dan beter ten opzichte van de middeleeuwen. Maar ook in de middeleeuwen had je complotdenkers. Maar die werden over het algemeen niet serieus genomen door de geleerde wereld. Ook toen had je mensen inderdaad die in de platte aarde geloofden. Maar de wetenschappers en ook de kerkvaders, Augustinus bijvoorbeeld, ging uit van een ronde aarde. Mm-hmm. Dus ook de kerk dacht niet, was niet van mening dat de aarde plat was. Ja. Dus. En jullie gaan Vermeer zien. Dus mm-hmm. Vermeer, die ja. hebben dan van die grote wandkaarten ja. binnenhangen. Ja. Dat zijn dus rijke mensen die dat kunnen betalen. Ja. Ja. Waarom willen die mensen zo'n wandkaart aan de muur? Nou ja, dat is, het is natuurlijk mooi. Kijk, wij hangen tegenwoordig, wij hangen ook wel eens kaarten aan de muren, wereldkaarten. Die komen bij IKEA vandaan, bijvoorbeeld. Of van de andere, dat is best wel populair. Wat tegenwoordig ook wel populair is, dat hij schoolwandkaarten. Er zijn antiquariaten nu gespecialiseerd in alleen schoolwandkaarten. Dus best een heel populair iets. Toen was het populair om een kaart op te hangen, vooral van de 17 provinciën. Er was men fier op. Men was fier op of een kaart van de 7 provinciën, van de Republiek. Of een wereldkaart. Want je wilde toch weten van waar vinden die ontdekkingen plaats. Hoe ziet de wereld er nu eigenlijk uit? Wat valt er nog te ontdekken? Dus het was ook niet alleen decoratief. Het was ook iets om trots op te zijn. Maar het was ook een gebruiksmiddel om te zien van waar vinden de ontdekkingen plaats. En, dus ja, er zijn meerdere functies van zo'n kaart. Ja. Maar het was in die tijd was het wel populair om zo'n kaart op te hangen. Als decoratie in je huis. Ja, paste bij de Nederland als een wereldnatie, ja, ja. Dat idee. Ja, precies. Ja. En om een ander voorbeeld te geven, dat zijn hoogheemraadschapskaarten. En daar zie je ook een hele dubbele functie. Enerzijds waren die hoogheemraadschapskaarten, dat zijn dan grote wandkaarten waarop het beheersgebied van de hoogheemraadschap staat. Met allemaal wapens. En die wapens zijn van de heemraden. En die kaarten waren niet alleen functioneel bedoeld. Dus voor het beheren van het gebied. Maar ook echt als representatie. Dus het bestuur was trots. En die portretteerden zichzelf ook met de wapens op die kaart. En die kaarten hingen ook in de grote hoogheemraadschapshuizen. In de kantoren. Mm-hmm. Dus dan zie je ook daar weer de dubbele functie. Dus dat was ook echt een pronkstuk. Het waren ook pronkstukken. Ja. Ja. En dat geldt ook voor de grote atlassen. Dat waren ook echt pronkstukken. Kijk, de Atlas Major van Blaeu zit in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Duurste boek van de 17e eeuw. Maar wetenschappelijk niet heel erg verantwoord. Want er zaten, ja, er is een hele een atlas die in disbalans is. Er zijn extreem veel kaarten van Schotland bijvoorbeeld, extreem veel kaarten van China. Dus er zit niet echt een balans in. Mm-hmm. Maar dat was vooral een pronkstuk. Je kon ermee pronken van kijk eens wat ik heb, hoeveel geld ik heb. Dat was een enorm duur boek. Het was in die tijd al 400 gulden om zo'n boek te kopen. En als je dat om zou rekenen naar koopkracht nu, dan moet je aan een Mercedes van 40.000, 50.000 denken. Ja. Dus ook een statussymbool. Ja. Meer dan 1 jaar. En dat geldt ook wel voor, je hebt diverse atlassen. Je hebt ook zeeatlassen die allemaal met goud gehoogd zijn. Die werden natuurlijk niet aan boord van het schip gebruikt. Die waren puur bedoeld als koffietableboek. Mm-hmm. Dus om te pronken, als je bezoek kreeg van kijk eens wat voor mooie dingen ik heb. Ja. Ja. Een laatste vraag, als mensen dan naar de Universiteitsbibliotheek online gaan, wat is dan echt een prachtige kaart om mee te beginnen? Ja, wat ik zelf een heel mooi, echt een van onze mooiste atlassen, dat is de zeeatlas van Goos. We hebben daar ook een achtergrondverhaal van. Hij zit ook in onze, moet ik even goed nadenken, in onze schatkamer. Dus als mensen naar de schatkamer gaan van die bijzondere collecties, dan vinden ze de atlas van Goos. En dat is een prachtige atlas en er zitten ook 3 uitvouwkaarten in. En dat maakt het helemaal bijzonder, want die zijn extreem zeldzaam. En die hele atlas is ingekleurd met de hand door Lucas Janszoon van Santen. En Lucas Janszoon van Santen was de meest gerenommeerde illuminator, noem je dat, inkleurder van de 17e eeuw. En het is echt fantastisch hoe hij dat gedaan heeft. En er zit echt bladgoud op de kaarten. Dus het is echt een pronkstuk en is vele miljoenen waard, ja, antiquarisch gezien. En die is in de virtuele schatkamer? Ja, ja. Okay. Desgewenst kan ik de link nog wel doorsturen, dus kun je hem op de website zetten. Ja, leuk. Dankjewel voor je tijd. En ja, graag gedaan. Voor je ontzettend interessante en wie weet, tot ziens. Ja, jullie bedankt voor het kijken. Over 5 weken staan we hier weer met feministisch cartograaf Dr. Britta Ricker. Zij zou het hebben over moderne geografische kaarten, waarom die ook niet zonder gebreken zijn. En hoe wij met z'n allen kunnen bijdragen aan een meer inclusievere wereldkaart. Heb je genoten van deze lezing? De kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek zullen we niet overtreffen, maar ook het videoarchief van Studium Generale magazijn. Zoek wat rond op YouTube op ons kanaal of abonneer je op ons om op de hoogte te blijven. Of klik op een van deze video's die rond mijn hoofd zullen verschijnen. Fijne avond.